Ik denk dat die winkel gewoon al 10 jaar niet meer bestaat. Het ziet er hier namelijk ook wel erg stil uit. Ik zie wel een vlag. We zien een vlag. We zien een vlag. Hi lieve patatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En wij zijn in Dordrecht. Onderweg op zoek naar een miniatuurwinkel. Rijd naar het oosten op de Houtuinen richting de Schuitenmakerstraat. Ik ben vet verkeerd gereden. Oh. Over nou, begint dat goed. Meter sla linksaf naar de Vleeshouwerstraat. Nee, je gaat goed, schat. Dus we gaan even zoeken. Hopelijk is het überhaupt een winkel. Dan staan we niet zoals vorige keer toen we op zoek waren naar iets gewoon voor een huis. Ja, maar dat was niet eens een winkel. Dit... Dat was gewoon een huis. Een webshop. Een webshop, ja. Maar wel met het adres erop. Dit moet wel echt een winkel zijn, als het goed is. Heb ik een dikke kop gekregen? Heb ik ook een onderkin? Nee, Poppy. Je straalt als nooit tevoren. Oké, okay, nou. Ik vind jou echt oprecht gewoon nog een beetje knapper geworden. Ja, right. Dat je zwanger bent. Ja, je bent wel de liefste, dat doen we wel. Ja, maar het is geen, ik wil niet of zo. Het is geen gekletspraat of zo. Dat je denkt van, dat zeg je alleen om mij beter te laten voelen. Dat vind ik wel lief van jou. Daar ben ik blij om. Ja. Dus ik wil jou gewoon het liefst altijd zwanger hebben. Nou, hou eens even. Sla linksaf naar de Vleeshouwerstraat en je bestemming bevindt zich aan de linkerkant. Het is wel, karakteristiek hier. Ja. Magical Gifts, was dat het? Oh, weet niet. Nee, maar dat zag er ook wel leuk uit. Zag er ook leuk uit. Kunnen we het nog gaan uitwijken? Maar ik moet hierin, hier mag ik niet. Ik zou gewoon hier... Mag ik hier wel in? Nee, het is uit doodlopend. Ja. Nou, ik doe hem even uit. Gewoon even relaxed. Zo, autootje geparkeerd. Ik heb zo'n hele handige yellow brick app. Maar ja, als je dan je factuur niet betaalt, dan kun je ineens niet meer brikken. Top. Natuurlijk helemaal mijn eigen schuld. Ja. Volgens mij gaat het echt om een bedrag van 3 euro of zo, maar toch even ze betalen. Ja, wel een leuk straatje, man. Ja, ik hoor. Leuk straatje. Ik denk dat die winkel gewoon al 10 jaar niet meer bestaat. Het ziet er hier namelijk ook wel erg stil uit. Ik zie wel een vlag. We zien een vlag. We zien een vlag. We zien een vlag. Aan de rechterkant. Aan de rechterkant. Ja, maar weet ze wel van welke kant we afkomen lopen dan? Spekkoek. Nou, hier had het moeten zijn. Nou, hier ook echt. Ja. Misschien moet je even bellen. Wil jij maar. Blijf jij staan? Welk huisnummer moet het zijn? 15, dan moeten we een stuk terug. Oké, we gaan een stukje terug. Maar dan zijn we er al voorbij. Dan wil ze zeggen dat die dicht is. Oh my god. Ja, misschien is het een bovenwoning. Misschien is het gewoon een woning en doen ze het van boven, van thuis. Wij gaan verhuizen. Nou, het is wel hier. Oh, dit is een designbar. Oh, hij is wel open. Hij is open. Maar het is niet open. Maar er staat open van 7 tot 9. Het ziet er wel leuk uit. Ja, maar dan... We even moeten bellen misschien. Nee, maar ja, dan moet het toch gewoon open zijn. Wij zijn open. Zaterdag weer open. Meen je dit nou? Nee. Nee. Poepie. Ik heb zo'n hekel aan dit soort dingen. Ik kan niet janken. Poepie. Waarom zitten ze dat er niet op de site? Nee. Nou, dan wordt even naar binnen gluren dan. Ja, maar ik, ja.
Ik persoonlijk heb dan al zoiets, voor mij hoeft het niet meer. Ja, maar kijk nou wat een leuk huisje. Weet je, ja. Ik, misschien ben ik iets te principieel daarin of zo, maar voor mij hoeft het dan gewoon al niet meer, weet je wel. Ja, maar ze hebben wel hele leuke dingen. Nou, ik zoek wel gewoon een andere winkel met hele leuke dingen die gewoon wel open is. Wanneer ze zeggen dat ze open zijn. Dus dat. Oké, okay. Wij gaan naar huis. Wat een geluk bij een ongeluk. Er staat één, sta je voor een gesloten deur. En dan sta je ineens... Een ander magisch pad. In een magische winkel. Een winkel vol met Disney. Nou, als je mij ergens blij mee maakt, is het wel Disney. Waar ben je? Oh, je staat achter mij verstopt. Ik ben alweer helemaal... Zo'n mooie winkel dit. Zit dus in Dordrecht en het heet Magical Gift. We hebben net al King Louis gezien, hè? Zeg, hè? Nee, maar wel. Nieuw maatje. Hallo. Alleen maar ook voor jou. Ja, snap ik. Ja, laten we maar snel gaan, want anders... Ja, dan blijf ik hier aan, want het is niet goed voor de portemonnee. My god. Ja, we zijn wel onwijs leuk geslaagd. Ja, echt. Oké, doei. Doei, Magical Gifts. Doei. Doei. Ik mis je nu al. Oh, hier is hij weer. Hier is hij weer. Magical Gifts. Goed film. Ja. Zou het goed film? Klap even de ding open. Klap even het schermpje open. Oh, ja. Oh, het is wel een leuke foto. Maar wou je nog iets zeggen? Ja, dat... dat we toch goed geslaagd zijn. Ja. Andere dingetje komt nog. Het is wel echt Disney, hè? We wilden wel een beetje... Eenheid, kom. Oké,